Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Dit keer zitten we in de boerentuin van de Wijngaard en ik heb als gast Dorien Vonk, ketencoördinator van het Dementienetwerk. Dorien, hartelijk welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. Zeker. We zitten hier eigenlijk wel speciaal, omdat hier ook altijd Alzheimer Café gehouden wordt. Dus ik vond het wel een speciale locatie hier. Niet in de tuin, maar wel in de wijngaard. En we gaan het vandaag hebben over het toneelstuk Je kunt me gerust een geheim vertellen van het Matser Theater. Jij kunt iets vertellen over het theater, hè, Dorien? Ja, waar gaat het over? Nou, het is eigenlijk een theatervoorstelling die degene die het gemaakt heeft, de voorstelling, dat is Madeleine Matser, de voorstelling die ze zelf had willen zien toen haar moeder dementie kreeg. Want haar moeder heeft dementie gehad en dat heeft, ja, ze heeft heel veel zelf uit moeten zoeken. Dus er waren heel veel dingen waar ze tegenaan liep, waar ze boos, verdrietig of blij van werd en waar ze eigenlijk geen weg mee wist. Dus daar, ze heeft het eigenlijk gemaakt omdat ze deze voorstelling zelf had willen zien. En daarmee hoopt ze andere mensen ook te helpen, herkenning te geven, tips te geven. Ja. Dat eigenlijk. Ja, en het blijkt inderdaad als mensen hem gezien hebben dat ze ook inderdaad die tips krijgen. Veel meer begrip voor dementie. Hè? En wij bieden dit als gemeente samen met het Dementienetwerk aan iedereen. Waar moet ik dan aan denken als ik heb over iedereen? Nou, ik denk het is fijn voor mantelzorgers van mensen met dementie, zeker. Kinderen of buren of vrienden, want dan je leert er ook het een en ander over. Mm-hmm. Maar het is ook fijn als gewone inwoners van de gemeente er naartoe komen. Ja. Want mensen met dementie wonen steeds vaker thuis, langer thuis ook, mm-hmm. en zijn dus ook in de samenleving. Ze gaan boodschappen doen, ze zitten op een vereniging. En dan is het heel fijn als de inwoners van Drimmelen iets weten van dementie. Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, mensen die nog met lichte dementie, wat nog niet gediagnosticeerd is, en die misschien toch een ander gedrag krijgen bij een KBO, bij de bingo, bij het kaarten, dat het ook voor die vrijwilligers ook heel belangrijk is. Zeker, want ik herinner me nog uit de voorstelling dat zij op een gegeven moment zegt, want zij gaat al bij haar moeder op bezoek. Mm-hmm. En ze zegt, het belangrijkste is dat je je ego thuis laat. En dat vond ik wel een bijzondere opmerking. Want dat betekent eigenlijk dat je, als je snapt wat dementie is, dan snap je ook dat mensen soms dingen zeggen die niet helemaal kloppen. En dan gaat het er niet om dat jij dat weet en iemand dus verbetert, maar dat je daar op een goede manier mee om kan gaan. Dat je een beetje meebeweegt. Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Mijn vader die heeft na een hersenbloeding ook dementie gekregen. En toen was dit nog niet. Toen werd dit niet besproken. En ik vond het altijd heel moeilijk als mijn vader zei, pluk die bloemen, pluk die bloemen. Zei ik, pa, daar staan geen bloemen. En ik vond het zo moeilijk om daarmee om te gaan. En dan denk ik dat het ontzettend fijn is als je nu met dit toneelstuk, eigenlijk toch wel een heel leuk iets om naartoe te gaan, dat je dan deze handvatten ook meekrijgt, hè. En als ik dan denk bijvoorbeeld aan mensen die achter die voordeur komen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, is het daar ook interessant voor? Natuurlijk. Het is eigenlijk voor, ja, en ook voor een taxichauffeur die misschien wel mensen met dementie vervoert. De kapper, de notaris. Ja, ik weet wat. Er gebeuren nog steeds dingen met mensen met dementie die jammer zijn. Bijvoorbeeld in coronatijd was dat. Er was een mevrouw met dementie die ging de bus in en die wilde het mondkapje niet op. Want ze begreep het niet. Ja. En toen hebben ze de politie gebeld. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Want die mevrouw schrok ervan. Die werd uiteindelijk op het politiebureau moest die opgehaald worden. Terwijl als je begrijpt dat iemand in een net iets andere wereld leeft. Het is niet jouw wereld, maar het is de wereld van de mensen met dementie. En als je daarin meegaat, lukt het vaak wel om contact te maken. En dat er dan ook dingen gebeuren die je graag willen dat er gebeurt. Ja, dat je veel meer begrip en oog en oor kijkt voor mensen die dementerend zijn. Ja. En Dorien, het is op vrijdag 24 juni in de Koer. Inloop om 1:30 en het begint om 2:00. Het toneelgezelschap heeft daarna ook nog een gesprek met de zaal. En wij gaan nog iets extra's doen, hè? Want we gaan de vertaling maken naar Drimmelen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de mensen in Drimmelen weten wie
in Drimmelen actief zijn als het gaat over dementiezorg. Wie de case manager is, waar je naartoe kan. Dat er hier ook een Alzheimer café is. Dat je hulp kan krijgen bij SWO Drimmelen. Allemaal die. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. En dat de willen dementiewandeling we van de buurtsportcoach, ja. Al noem dat maar soort, op. Ja. Vooral laagdrempelig en vooral ook om te kijken hoe mensen gewoon in de gemeenschap kunnen blijven staan. Hoe we dat als gemeente Drimmelen voor elkaar kunnen krijgen. Ja, en we maken het nog extra aantrekkelijk, want we bieden u graag ook een kopje koffie met iets lekkers aan. Dus ja, ik denk je moet gewoon komen. Let wel op, je moet je aanmelden, want vol is vol. Het theatergezelschap heeft ook echt gezegd van zoveel mensen mogen er komen. Dus meld je aan, er komt nog volop publiciteit via het Carillon en via Facebook en noem maar op. Doreen, heb jij nog een boodschap die heel belangrijk is voor de kijkers thuis? Nou, een boodschap die eigenlijk ook in de voorstelling zit, dat dementie is erg. Het is erg om het te krijgen. Maar wat Madeleine ook zegt, het geeft ook mooie momenten. Het geeft ook voldoening als je weer contact houdt. Het geeft ook voldoening als mensen mee kunnen blijven doen. We denken altijd aan het erge. En dat was voor haar ook een van de redenen om die voorstelling te maken. Er zijn ook bijzondere momenten. En de kern van de mensen komen weer naar boven. Ja. Dus het is een nare ziekte, absoluut. Maar je kan er best nog heel veel van maken. Nou, hartstikke bedankt voor jouw heldere toelichting op dit toneelstuk. En ik hoop jullie eigenlijk allemaal 24 juni in de Cour te zien. Doreen, bedankt. En jullie tot de volgende maand.